Hallo mensen, welkom bij mijn review van de Cloud Gaming Headset. Dit gaat over de Cloud 1, dus met een gewone standaard jack aansluiting en dus niet de Cloud 2 met de USB aansluiting. Als eerste ga ik het even over de doos hebben. De doos die is vrij mooi, die glinstert een beetje. Op de doos staat ook heel veel informatie, zoals wat voor dingen erin zitten, zoals de 53 mm drivers. Daarna krijg je een zwarte doos. Met een mooi HyperX logo in het zilver. Die moet je natuurlijk ook weer open doen. En dan word je gewoon meteen begroet met de mooie headset. Ook zie je daar direct de accessoires zoals de microfoon, de controllerbox en de adapter voor in het vliegtuig. Als je dan daaronder het HyperX logo weer wegtrekt, krijg je een mooie carrying zakje erbij, zeg maar. En deze van redelijk hoge kwaliteit. Ik vertrouw hem wel om mijn koptelefoon van bescherming te voorzien. En dan krijg je hier direct de 3 meter, als ik het goed heb, verlengingkabel voor als de standaardkabels niet lang genoeg zijn. De kabel op deze headset kan nu jammer genoeg niet af. Dat is een beetje jammer, maar wat er wel af kan, is de microfoon. Die plug je gewoon aan de linkerkant erin. En ik zal jullie nu even een mic test gaan geven. Zoals jullie horen, deze microfoon is niet van de allerhoogste kwaliteit. Je hoort veel van dat popgeluiden, zoals dit. Die komen er dus door, ondanks dat hier een popfilter op zit. Omdat je met de P en de F klanken lucht uit je mond blaast. Die haalt hij er dus niet uit. Maar voor de rest, voor dingen waarvoor je een gaming headset microfoon gebruikt, dus met je vrienden praten via Skype of gewoon in-game met mensen praten, is deze microfoon ruim voldoende. Deze koptelefoon daarentegen, op dit moment is het namelijk een koptelefoon omdat er geen microfoon op zit, is niet alleen voor gamen gemaakt. Hij heeft namelijk ook gewoon met muziek luisteren, heeft hij ook gewoon goed geluid, alleen is de bas een beetje hard, wat dus uit dat gamen vandaan komt, waar je bijvoorbeeld in first-person shooters veel van die explosies goed wilt horen bijvoorbeeld. Hij klinkt goed, ook met de telefoon neemt hij het geluid goed op, want die adapter zit er ook bij, die had ik nog niet verteld. Er zit ook een telefoonadapter bij, zodat de microfoon in principe ook gewoon gebruikt kan worden tijdens bellen via je telefoon. Deze koptelefoon is ook lekker licht. Ik denk wel dat ik hier, als ik een paar uur zou gaan gamen of lekker onderweg, bijvoorbeeld naar met een lange reis, muziek ging luisteren. En denk ik wel dat ze een paar uur op mijn hoofd zouden kunnen zitten. Je krijgt twee verschillende typen oorkussens. Dit is een velour dit is een velour. Zit er nu op. En je krijgt ook de leren erbij. Die zitten er standaard op. Alleen ik weet, met leer ga ik een beetje zweten rond mijn oren. En ja, dat voelt niet echt fijn. Dus heb ik voor deze gekozen. Verder zal deze koptelefoon niet snel stuk gaan. Hij kan goed buigen. Hij is goed flexibel. Wat ik wel jammer vind, is dat deze koptelefoon eigenlijk voor de wat kleinere hoofden is gemaakt. Je hebt namelijk hier in de hoofdband kun je verstellen qua grootte. Op een paar verschillende standen. Ik zal even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Op 6 verschillende standen wel te verstaan. In principe 12. Maar ja, 6 aan allebei de kanten. Alleen ik vind hem zelfs ik moet hem op de grootste stand zetten. En ik denk dat als hij nog verder had gekund, dat ik hem dan ook verder had gedaan. Die hoofdband, die zit lekker. Dat is redelijk dik. Foam zit hierin en ook de bovenkant van de hoofdband is mooi met het HyperX logo en dan rood gestikt. Aan de zijkanten is ook zwart met een rood HyperX logo. Al met al is dit een heel goede koptelefoon, zeker voor de prijs. Op dit moment is hij rond de 80 euro, hangt er vanaf bij wie hem koopt, zeg maar. In de beschrijving zal ik ook de link naar tweakers.com of .net zetten naar deze koptelefoon site, zeg maar. Waar je dus alle prijzen kunt bekijken en ook direct alle specificaties terug kunt zien. Ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken en tot de volgende keer.